Hallo, welkom bij de 14e aflevering van taalklas.nl. Fijn dat u weer bij ons bent. Bij mij aan tafel vandaag twee cursisten, Yvonne en Mehdi. Welkom, fijn dat jullie weer zijn. Dank je wel. De aflevering van vandaag heet Dag Buurvrouw. Het gaat over een praatje maken, bijvoorbeeld met de buren. In het filmpje dat we zo meteen gaan bekijken zien we Maya. Maya maakt een wandelingetje door haar straat en ze komt haar buurvrouw tegen die aan het werk is in de tuin. Haar buurvrouw heet Gerda Bakker. Maya maakt dus een praatje met haar en ze zegt hoe ze heet. Ze stelt zich dus voor. En ze hebben het ook over het weer. En dat is iets waar Nederlanders heel graag over praten, zoals u misschien al weet. Voordat we naar het filmpje gaan, heb ik twee kijkvragen voor u. De eerste. Wat is de achternaam van Maya? Wat is de achternaam van Maya? En de tweede vraag is... Wat voor weer is het in het filmpje? Wat voor weer is het in het filmpje? Laten we gaan kijken. Goedemorgen, buurvrouw. Goedemorgen. Oh, u bent nieuw hier, hè? Ja. Mijn naam is Maya Zonneveld. We wonen hiernaast. Mijn naam is Gerda Bakker. Hallo. Prettig kennis met u te maken. Hoe gaat het met u? Het gaat goed. Het huis is mooi en ruim. We waren er meteen verliefd op. Leuke straat ook, hè? De straat is heerlijk rustig. Weinig verkeer. Dat is goed voor onze zoon. Oh, u heeft kinderen? Ja, één. Een jongen. Oscar heet hij. Oscar. Leuke naam. Dank u. Graag gedaan. Heeft u het erg druk? Nou, ik ben de tuin aan het opruimen. Dan is hij weer netjes. Als het mooi weer wordt, kunnen we misschien eindelijk weer eens buiten zitten. Het is nu nog te koud om buiten te zitten. En straks gaat het weer regenen. Zeg dat wel. En regen word ik niet blij van. Heeft u misschien trek in een lekker kopje thee? Dat is lief. Dat sla ik niet af. Zullen we dan afspreken om 3:30 bij mij? 3:30, dat is goed. Dan heb ik nog even tijd om het hier af te maken. Tot straks. Tot straks. We gaan even terug naar die twee kijkvragen. De eerste vraag, wat is de achternaam van Maya? Yvonne, heb jij dat kunnen volgen? Heb je het gehoord? Ja, maar ik ben niet, die weet niet zeker of Sommerfields... Zonneveld Zonneveld. Zonneveld. Maya Zonneveld, juist. Hey, en Mehdi, wat voor weer is het in het filmpje? Heb je dat gezien? Wat voor weer is het? Ja. Het is een beetje... Het is koud. Het is koud. Dus bijna gaat hij regenen. Ja, of gaat hij zo laten regenen. Ja, hè? Want ze keken naar boven en dat zagen ze inderdaad. En Maya heeft heel koud. Heeft hij zo... Ja, je zag het, hè? Ja. Ja. Hey, en Yvonne... Heb je toevallig ook gehoord hoe de zoon van Maya heet? Nee. Jij, Mehdi? Heb je het gehoord? Ja, zeker, maar ik weet niet meer. Je weet het niet meer? Nee. Oscar, komt je dat bekend voor? Oscar, ja. Oscar, dat is de zoon van Maya. Op een gegeven moment zei Maya ook dat het een fijne straat is voor Oscar. Waarom is het een fijne straat, Mehdi? Dat heeft ze uitgelegd. Ik vind dat is een mooie straat of omdat is de naam van de zon, van haar zon ook of zo. Nee, dat heeft ze niet gezegd. Weet jij het hiervan? Waarom is het nou een fijne straat voor Oscar? Omdat dat rustig is. Omdat het een rustige straat is. Er is weinig verkeer en dat is wel handig voor het kind. Het is makkelijk en niet gevaarlijk als het niet druk op straat speelt. Nee, daarom. Ah. Yvonne, wat spreken Maya en de buurvrouw af? Weet je dat? Nou, ze maken een afspraak, want zij nieuw in de buurt is. Ja. En ze wil hem beter ontmoeten. En ze hebben een afspraak voor een kopje thee drinken. Ja. 3:30. 3:30, juist, dat klopt. Mehdi, heb jij dat wel eens gedaan? Heb je kennis gemaakt met jouw buren?
Ja. Ja, toevallig, ja. Toevallig? Heb ik gedaan. Oké. Ik heb zo twee lieve nieuwe buren. Het is altijd fijn. Ik was hier nieuw. Ja, oké. Okay. Ja, dus, ik heb ook een gesprek met hem gevoerd. En heb je toen ook gezellig een kopje thee gedronken of ja, iets anders? Nee, dat was een feest bij, voor de kerstmis. Oké, ja. Juist. Dus jij hebt kennis gemaakt? Ja. Oké, dat is mooi. Hebben jullie toevallig ook gehoord, Yvonne? Misschien, die is wel wat lastig hoor. Wat wil de buurvrouw graag als het mooi weer is? Ja, ze baalt ervan dat het weer niet zo mooi is. Ja, lekker zitten onder de zon. Ja, ze wil lekker buiten zitten. Lekker in een nette, schone tuin. Ja. Toch? Ja. Nou, dat vinden we allemaal wel lekker. Ja. Ja. Het is tijd voor de eerste oefening. Er staat boven. Luister en kies het goede plaatje. Hier staat een woord beterschap. Welk plaatje hoort bij dit woord? Is dat plaatje 1, plaatje 2 of plaatje 3? Beterschap. Nou, op plaatje 1 zie ik iemand die jarig is. Op plaatje 2 zie ik iemand die, ik denk hoofdpijn heeft. En op plaatje 3 zie ik iemand die een gebroken arm heeft. En ook iemand die daarnaast staat. Dus ik denk dat deze persoon beterschap wenst aan die mevrouw. En ja, het is goed, gelukkig. Yvonne, het feest. Waar zie jij iets dat op een feest lijkt? Nummer 2. Nummer 2, juist. Slingers. Gecondoleerd. Medi, gecondoleerd. Ja, dat is 3. Plaatje 3. Weet je wat dat betekent, gecondoleerd? Ja. Wanneer sterkte. Zeg je dat? Ja, sterkte. Ja, als je iemand overleed. Juist, ja, dan zeg je gecondoleerd. Ja. Ja. Yvonne, de hoofdpijn. De hoofdpijn is nummer 3. Nummer 3, juist. Deze man heeft vast last van hoofdpijn. Het kopje, Mary, het kopje. Dat staat bij de plaatje nummer 1. Juist. Leest, Yvonne. Plaatje 1, 2 of 3? Nummer 3. Nummer 3. Juist. Is overleden. Is overleden, Mehdi. Dat is bij plaatje 2. Plaatje 2, hè? Dat lijkt me duidelijk. Deze is voor u. De straat. De straat. Wat denkt u? Is het plaatje 1, 2 of 3? Yvonne, wil jij de mensen thuis helpen? Ja, het is nummer 1. Nummer 1. Hier zien we inderdaad een straat. Nog één voor u. De troep. De troep. Plaatje 1, 2 of 3? Mehdi, heb jij enig idee? Volgens mij plaats 2. Plaatje 2 is volgens jou de troep. Dat heb je goed gedacht. De vuilniszak. De vuilniszak. Yvonne, wil jij de mensen thuis helpen? Wat zou jij kiezen? Ik zal nummer 3 kiezen. Nummer 3 kiezen, juist. En de laatste voor u. Goedemiddag. Goedemiddag. Plaatje 1, 2 of 3? Mehdi, wat is jouw keuze? 1. Plaatje 1. Ja. Juist. Goedemiddag. Nou, dat ging goed. Ja. Geen eenvoud. Dat valt mee op. De volgende oefening. Luister en kies het goede plaatje. De zin is, hoe gaat het? Hoe gaat het? Welk plaatje past hier nu het beste bij? Plaatje 1, 2 of 3? Ik denk plaatje 1, want ik zie iemand zijn duim omhoog steken. Ja, het is plaatje 1. Yvonne, wat een heerlijk weer, hè? Welk plaatje hoort daarbij volgens jou? Nummer 2. Nummer 2. Nee, die is niet goed. Want wat zie je op het plaatje? Dat het regent. Ja. En is dat heerlijk? Hou je van de regen misschien? Nee. Nee? Welk plaatje is het dan? Nummer 3. Nummer 3. Ja, hier zien we een zon. Mehdi, niet zo goed. Niet zo goed. Dat is bij plaatje 2. Ja, kan je dat uitleggen?
Ja, ik zie die, die mevrouw, ja? Heeft die een beetje, die gezichtje is een beetje verdrietig of ja. Juist, dat klopt. Dat lijkt zo op problemen. Dus, juist. Ja, heb je niet goed. Zo goed. Niet zo goed. Nee. Yvonne, tot ziens. Nummer 2. Nummer 2, juist. Mary, ik heb hoofdpijn. Dat lijkt me bij plaatje 1. Ja, dat denk ik ook. Die mevrouw ziet eruit alsof ze hoofdpijn heeft. Ja, ze ziet zo. De laatste twee zijn voor u. Mijn man is overleden. Mijn man is overleden. Wat denkt u? Is dat plaatje 1, 2 of 3? Yvonne, waar zou jij voor kiezen? Ik zou nummer 3 kiezen. Nummer 3. De mevrouw is aan het huilen. Ja. Nog één voor u. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Mehdi? Als ik thuis was, zou ik kiezen 1. Juist. Dat had je goed gekozen dan. Ja. Goed. De volgende oefening. Oefening 3. Maak een goede zin. U ziet hier verschillende zinsdelen. Met u, hoe, een vraagteken, buurvrouw en gaat het. Het is de bedoeling dat u er een goede zin van maakt. Nou, ik zou hier beginnen met het woordje hoe, want daar zie ik een hoofdletter. Hoe gaat het met u, buurvrouw? Hoe gaat het met u, buurvrouw? En ik heb ze inderdaad allemaal goed. Yvonne. Doe jij datzelfde eens met deze zin? Ja, eerst hoe. Hoe? Gaat het? Gaat het? Met? Met? Uw man? Uw man. En daarna de vraagteken. Ja, heb je goed, Yvonne. Mehdi, voor jou deze. Dus, mijn man? Mijn man? Is overleden. Is overleden. En de punt, natuurlijk. Ja. Juist. Yvonne. Wat ga je hiervan maken? Wat een heerlijk weer. Wat een heerlijk weer. Heerlijk weer. Hè? Hè? Een vraagteken. Wat een heerlijk weer, hè? Mary. Dus, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Vraagteken. Juist. De laatste twee zijn weer voor u. We hebben hoofdpijn, punt, ik en heb. Wat is volgens u de beste volgorde, of de goede volgorde moet ik zeggen? Yvonne, wat is volgens jou de goede volgorde? Ik. Heb. Hoofdpijn. Hoofdpijn. Punt. Punt. Nou, ik hoop dat het niet echt zo is. Nee. Nog één voor u. We hebben dat, wel, punt en zeg. Mehdi, wat denk jij? Zeg dat wel. Zeg dat wel, punt. Heb je goed? Ik hoop dat het bij u thuis net zo goed ging als hier bij ons in de studio. Het is weer tijd voor een filmpje, het tweede filmpje. In het filmpje zien we Maya en Maya komt erachter dat ze om 3:30 al een afspraak heeft. En dat terwijl ze net een afspraak heeft gemaakt met de buurvrouw. Ik heb weer twee kijkvragen voor u. De eerste. Wat is de buurvrouw vergeten? Wat is de buurvrouw vergeten? En de tweede vraag. Waarom vergeet de buurvrouw de laatste tijd zoveel? Waarom vergeet die buurvrouw de laatste tijd zoveel? Laten we op zoek gaan naar de antwoorden in het filmpje. Dag schat. Hi. Laat me even helpen met die zware tassen. Dankjewel. De buurvrouw komt over een uurtje thee drinken. Om 3:30. 3:30? Ja. Ja, ik ga zo darten met Johan. Hé, hey, jij zou toch Oscar van voetbal halen? Oh, ben ik helemaal vergeten. Ik loop nog even terug. Buurvrouw? Buurvrouw? Ik mag wel Gerda noemen, hoor. Oh ja, natuurlijk. Gerda. Wat is er aan de hand? Maya. Oh ja, dat was het. Maya. Ik was vergeten dat ik om 3:30 Oscar op moet halen. Oscar? Ja, mijn zoon. Heeft u een zoon? Ja, dat heb ik u toch verteld? Alles goed, buurvrouw? Ja, sorry. Ik heb het de laatste tijd wel vaker. Ik vergeet dingen.
Mijn man is pas overleden en ik ben nogal in de war. Dan gooi ik de nieuwe krant bij het oud papier of ik ga op mijn sloffen naar de supermarkt. Nou, dat geeft toch niks? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Gecondoleerd. Dank je, lieverd. Heeft u nu trek in een kop thee? Dat lijkt me eerlijk. En dan ruim ik het hier verder straks wel op. Oké. Gaat u mee, dan zal ik u aan mijn man voorstellen. Hij heet Martijn. Martijn? Is uw man Nederlands? Ja, ik heb hem ontmoet toen hij op vakantie was. Ik werkte in het hotel. Hij is gelijk 4 jaar gebleven. Dat is een lange vakantie. Ja. En uw zoon? Oscar. Die is daar geboren. Gaat u mee, dan laat ik wat foto's van hem zien. Ja, gezellig. Oh, kom. Zo, en hoe oud is Oscar nu? En uit. Nou, we gaan eens kijken of we de antwoorden kunnen vinden op die twee kijkvragen. Yvonne, die eerste kijkvraag. Wat is de buurvrouw vergeten? Zij moet Oscar ophalen. Ja, dat is Maya vergeten. Ja. En weet je toevallig ook wat de buurvrouw van Maya vergeten is? Zij had een afspraak met Maya. Ja. Maar zij is dat vergeten. Ja. Hé, hey, Mehdi. Is ze nog meer vergeten of was dat het enige? Ja, ze heeft ook de naam van ze heeft ook vergeten dat Maya een zoon heeft. Ja, is ze ook vergeten? Ja, het is, is vreemd. Dat komt door haar man die is overleden. Ja. Die overleden is. Ja, dat is al het antwoord eigenlijk van die tweede vraag. Ah, hoe komt dat? Waarom vergeet de buurvrouw de laatste tijd zoveel? Ja. Daarom. Daarom dus. Dat de buurvrouw heeft haar man verloren. Ja. Haar buurman. Ja. De buurman is dus overleden. Maar Maya was echt heel lief mee. Ja? Ze heeft ook afspraak niet afgezegd, maar wel voor op dit moment. Ja, want waarom zou ze eigenlijk de afspraken af moeten zeggen? Want ze had eigenlijk nog eventjes een probleem, hè? Ja, die moet Oscar halen op zijn school. Ja, ja. Dus hij gaat verder met die tuin daarna. Hij gaat je opruimen naar het kopje thee drinken. Ja, en hoe lost Maya het dus op, Yvonne? Hè, ze bedenkt, oh, ik heb al een afspraak om 4:30. Wat doet ze dan? Maya praat met haar man. Ja. Dan zij merkt dat zij moet Oscar ophalen. Ja. En gaan zij terug naar de buurvrouw. Ja. Om te zeggen dat dat kan niet. En dan gaan ze maar direct thee drinken. Ja. Is wel zo gezellig. Of die foto's van album foto's van de familie kijken. Oscar familie kijken. Ja. Nou, gezellig om dat met je buren te doen, toch? Ja, ik vind het goed voor haar. Ja, ik ook. Ja, en lief van mij. Ja, heel erg lief. We gaan verder met de volgende oefening. U ziet hier staan. Luister en kies het goede plaatje. En daaronder staan 3 plaatjes, 3 foto's. U ziet geen woord staan of geen zin en dat klopt ook, want u moet goed naar mij luisteren. Ik zal een klein zinnetje voorlezen. Alles goed, hoort dat bij plaatje 1, 2 of 3. Nou, bij het eerste plaatje zie ik dat het regent. Bij het tweede plaatje zie ik dat iemand zijn duimen omhoog steekt. En op het derde plaatje zie ik iemand die iets niet weet. Dus ik kies voor plaatje 2. Oh, dat is gelukkig nog goed ook. Yvonne, probeer jij deze eens. Goed, en met u? Goed, en met u? Volgens mij is het nummer 3. Nummer 3 volgens jou. Juist, goed. Mehdi, tot ziens. Tot ziens. Dat kan nummer 1. Nummer 1, ja. 1, juist. Dat heb je goed. Yvonne. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Nummer 1. Nummer 1, juist. Wat is er aan de hand? Mehdi. Wat een regen, hè? Ja, dat bij plaatje 2. Plaatje 2. Hou je van regen? Niet helemaal. Nee, niet ik ook niet heel erg. De laatste 2 zijn voor u. Wat een heerlijk weer, hè? Wat een heerlijk weer, hè? Waar kiest u voor? Plaatje 1, 2 of misschien toch 3? Yvonne, wat zou jij kiezen? Ik zou nummer 3 kiezen. Nummer 3. Juist, die heb je goed. Nog 1 voor u. Gecondoleerd.
Gecondoleerd. Medi? Dat is plaatje nummer 1. Plaatje 1? Ja. Ja, hè? Schud de hand en zegt gecondoleerd. Ja. We gaan verder met oefening 5. Daar staat boven. Welke zin is goed? Geef de goede reactie. Nou, ik zeg een zin. Bijvoorbeeld, hoe gaat het? Hoe gaat het? En wat is dan de goede reactie? Is dat, hoe gaat het met uw man? Niet zo goed of tot ziens? Nou, hoe gaat het? Ik denk dat de beste reactie is, niet zo goed. En die heb ik goed zo te zien. Yvonne, wat is er aan de hand? Wat is volgens jou de goede reactie? Volgens mij de goede reactie is, ik heb hoofdpijn. Juist, dus wat is er aan de hand? Ik heb hoofdpijn, juist. Medi, tot ziens. Ja, wat zeg je dan? Tot ziens. Tot ziens, zeg je gewoon terug. Ja. Dat is makkelijk. Hoe gaat het met uw man, Yvonne? Hoe gaat het met uw man? Mijn man is overleden. Mijn man is overleden. Medi, alles goed? Alles goed? Ja, heel goed. Ja, goed. Nou, dat is mooi. De laatste zijn weer voor u. Wat een heerlijk weer, hè? Wat een heerlijk weer, hè? Waar kiest u voor? Zeg dat wel. Dank u wel. Of tot ziens. Yvonne, wat zou jij daarop zeggen? Zeg dat wel. Zeg dat wel, juist. En nog eentje voor u. Gecondoleerd. Gecondoleerd. Zeg dat wel. Dank u wel. Of weer tot ziens. Medi. Nou, dan zou ik dank u wel. Dus dank u wel. Hè? Gecondoleerd, dan zeg je dank u wel. Nou, hopelijk had u die ook goed. Hey, het wordt weer tijd om te praten. Ja. Medi, wij gaan even oefenen met praten. Wij zijn buren, dat wist je nog niet, maar vanaf nu zijn wij buren. Ah. Dus dat is gezellig. Ja, het is gezellig. Ja, je moet 3 dingen onthouden. 3, oké. 3 dingen. Als eerste, jij gaat zo meteen vragen, hoe gaat het met u? Oké. En daarna ga je vragen, wat is er aan de hand? Ja. En als laatste moet je zeggen, dat hoop ik ook. Ik hoop dat de zon snel weer gaat schijnen. Ik herhaal ze. Okay. De eerste is, hoe gaat het met u? Mm-hmm. De tweede, wat is er aan de hand? En de derde, dat hoop ik ook. Ik hoop dat de zon snel weer gaat schijnen. Oké. Ja? Laten we het proberen. Nou, goedemiddag, buurman. Hey, goedemiddag, buurvrouw. Hoe gaat het met je? Nou, niet zo goed. Nee, nee. Wat is aan de hand? Ik heb zo'n last van hoofdpijn. Dat komt door het slechte weer. Het regent de laatste tijd zoveel, vindt u niet? Ja, dat vind ik ook. Ja. Ik hoop dat het zo snel weer die zon schijnt. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Ik hou van mooi weer. Dag. Doeg. Nou, dat ging goed. Ja. Toch? Dat lijkt me leuk ook. Tevreden? Tevreden. Nou, dat is mooi. Ja. Als u nu ook Nederlands wil praten met mij, dan kan dat. Dat kan namelijk op internet. Op www.taalklas.nl. Dus www.taalklas.nl. Taalklas.nl. Ik zal u even uitleggen hoe u precies bij de oefeningen komt. Nou, u ziet dit scherm. U kunt kiezen tussen inloggen en registreren. Ik ga er even van uit dat u zich al geregistreerd heeft. Dus dan gaan we direct naar inloggen. U typt uw naam in. Nou, mijn naam is Hanny. Oké. Mijn nummer is, heel makkelijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik klik op oké. En hier vindt u de oefeningen. Hier bovenaan ziet u de oefeningen van aflevering 14. Als dit nou nog een beetje lastig voor u is, vraag iemand uit uw omgeving om u even te helpen. Tja, en helaas zit het er alweer op voor vandaag. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Nou, wat hebben we precies gedaan? We hebben geoefend hoe je een praatje kunt maken met iemand. We hebben gezien hoe je je kan voorstellen en we hebben gezien dat veel Nederlanders praten over het weer, als het maar eventjes kan. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het meedoen. Jullie waren heel erg goed. Dank je wel. Dank je wel. Ik wil u ook hartelijk bedanken voor het kijken en u natuurlijk ook heel veel succes wensen met oefenen op internet. En tot de volgende keer. Dag!